Komt een vrij steile helling, maar dat belooft veel goeds voor dadelijk. Ladies en gentlemen, welkom bij deze fantastische serie No Limits 2. Dit is de serie die je hart laat kloppen als er weer met een snelheid naar beneden gaat dat je denkt van dit is echt een snelheidsduiveltje. Hartelijk welkom. We gaan vandaag weer 8 banen bestrijden en dat doen we tegen het onrecht en het kwaad. En ik heb natuurlijk weer een mailtje gekregen die we gaan behandelen. En die komt van Pascal en hij zegt het volgende. Beste Vincent, nou dat ben ik. Ik heb nu al een tijdje het spel No Limits 2 gekocht omdat ik jouw video's zo leuk vond. Echter vind ik mijn projecten toch nog een beetje te slecht voor jouw video's. Uiteindelijk heb ik dan toch maar besloten om 3 van mijn projecten te sturen. Laat me even weten wat je ervan vindt in de video en of ik door moet gaan met projecten insturen. Of heb ik gelijk en zijn het gewoon slechte 8 banen. Nou, we beginnen met de allereerste, dat is de Stone Falls. Het is een familie boomerang 8-baan. De snelheid mag ik zelf raden en verder niets bijzonders. Stone Falls klinkt als een leuke naam voor een 8-baan. Het is een boomerang, dus daarom gaan we ook lekker achteruit. En natuurlijk zien we ook de statistiekjes onder mijn facecam. Ik vind het wel leuk dat je al van die stenen zo om het station hebt gebouwd. Een beetje onrealistisch hoe ze daar... Ik kijk nu wel een beetje kritisch natuurlijk, want dat vind je zelf ook heel fijn. Maar het is een beetje onrealistisch hoe je die stenen hebt geplaatst. Want het kan natuurlijk op elk moment instorten. Of het is een soort van kunststof gemaakt. Maar wat ik nu zie om me heen met die rotsen, vind ik echt waanzinnig goed gedaan. Heel tof. We gaan door naar beneden met een snelheid. Ik ben het vergeten. Sorry, ja, ik ben nu te laat. 75 km per uur. Deze bocht had je schuiner moeten maken, want je gaat echt eigenlijk ja, in een soort van cirkel omhoog. Dat is jammer, als je hem wat schuiner had gedaan, gaf het wat meer sensatie. Gaan we over het station heen, leuk gedaan. En dan hier met rookeffecten, particles boven dat watertje, dat is leuk gedaan. En hier heb je wel een beetje schuin gedaan. Heel apart, in het begin niet, terwijl die juist die snelheid maakt, dan hoor je juist die bocht zo schuin te maken. En nu doe je dat wel op het einde. Hij verliest hier wel wat snelheid. Ik ben benieuwd hoe we dit allemaal gaan halen. Maar dat zullen we snel genoeg gaan meemaken, want daar is alweer de optakeling. Of in ieder geval, we worden met de wielen aangedreven naar boven. En hier verliezen we ook veel snelheid. Jammer, want bij een 8-baan wil je juist gewoon lekker de snelheid erin houden. Dus je had hem misschien wat hoger moeten maken, zodat er meer snelheid in zou komen. Maar dit vind ik wel weer leuk. Wel jammer voor de zwevende hokjes die je ziet. Als je dan weer even kijkt naar realisme. Ik ben er wel heel erg aan het zeiken, maar het zijn juist een soort van tips die ik wil meegeven. Sorry dat ik tegen de microfoon aankwam. En nu maakt hij wel weer lekkere snelheid. Dit is jammer, hij shakte helemaal net. Ik moet zeggen, je hebt wel je best gedaan aan de omgeving. Alleen de layout was, is een beetje minder, vind ik. Maar al met al is het wel een leuk project. En zit het er ook, ik vond vooral die berg heel mooi met die rotsen die je daar hebt gemaakt. Heel gaaf. En dat ook weer zo'n berg met rotsen. Nou, dit was de Stone Falls. Ik geef dit project toch maar even 3 tonnetjes. En die tonnetjes zijn puur eigenlijk voor de aankleding. En sowieso hoe je hem helemaal hebt laten gaan qua layout. Alleen het was niet een hele spectaculaire 8-baan. Maar 3 tonnetjes, zeker weten. Oh, wow, wow, wow. We hebben ineens naar voren gelanceerd. We gaan door met het volgende project. Hij heeft ook nog de Stonewood Creek gemaakt. Een Maurer en Sonne X-Car coaster. De snelheid mag ik natuurlijk raden. En verder nog 3 inversies in deze 8-baan. En we beginnen hier al op een soort van schuurtje. Een open schuurtje. Ik zie daar ook een parkeerplaats. Leuk gedaan. Maar je hebt wel natte voeten als je hier in één keer met 1 rechte lijn naar verder gaat. Nou, wat hebben we hier? Oh, dat ziet er goed uit. Vrij hoge baan. Daarom ook een hoge trap, maar wel een leuke wachtrij gemaakt. Leuk met lantaarntjes erbij. Gaan we hier naar boven. Kijk uit dat je niet valt. Geen leuning hier zo. En hier zijn we boven aangekomen. En zijn we op tijd? Ja, kijk, want daar komt het karretje. Ik had hem nog op pauze staan. En hij gaat vrij hoog, dus ik denk dat hij de 85, misschien wel de 90 kilometer gaat halen om daar boven te geraken. Ik zie ook dat je de bergen een beetje puntig hebt gemaakt. Het is sowieso heel belangrijk dat je denkt aan de omgeving. Maar volgende keer had je misschien wel een beetje kunnen denken aan de berg smooth maken. Dus dat het een beetje een bolvorm krijgt in plaats van een punt. 100 km per uur, jullie zagen het. Een mooie snelheid. Gaan we naar beneden. Lekker door de rook heen, weer van die tunneltjes. Ik zag net de G-kracht in het rood, maar dat negeren we gewoon eventjes. Mooie scherpe bocht, lekker die snelheid erin knallen. Oh, komt er een knikje? Nee, dat gaat allemaal goed. Nou, de baan heeft af en toe een beetje
ja, bepaalde stukjes dat ik denk van dat had je misschien beter door kunnen trekken qua smooth. Hier blijven we lekker aan de zijkant hangen. Daar komt in één keer een heuveltje. Oeh, verticale G-krachten naar 4. Schoot in één keer naar 4. Misschien had je dat een beetje meer kunnen smoothen door hem omhoog te laten gaan. En niet plotseling in één keer. En dit was de baan. Qua layout was die niet super sterk, vond ik persoonlijk. Maar de omgeving is wel heel tof gedaan. Ik zag er ook een rook vandaan komen, alsof er een indiaan daar bezig is. Maar dat is dus niet het geval. Ik vond het er leuk uitzien. Ik geef 3 tonnetjes. Laten we kijken naar zijn volgende en ook laatste project. Nee, hopelijk niet zijn allerlaatste project, maar van deze mail. De Blue Racer, een Mack Lounge Coaster. Snelheid mag je raden, 7 inversies, 3 launches en meer dan 1500 meter track. Oh, 1,5 kilometer, laten we snel beginnen, want dit wordt een lange baan. Maar met 3 lanceringen denk ik dat we er wel doorheen gaan knallen. Althans, dat hoop ik wel. De naam van de achtbaan heet de X-Spot 63. Misschien is dat wel een codenaam. Want ja, de projectnaam heet dus Racing Blue. We gaan daar naar de eerste launch van de 3. 7 inversies. Wauw. We staan stil. Eventjes een momentje van rust. Want ik denk niet dat we dat tijdens de baan verder nog gaan krijgen. Alleen op het einde bij de remmen, denk ik. Daar gaan we. Een lancering van misschien 60 kilometer. 65, misschien richting 70. We gaan het zien. Hij haalt de 65. Mooie snelheid. Maar echt heel snel is het nog niet. Dus ik denk dat dadelijk eigenlijk gewoon een keiharde knal komt. Een keiharde knal. Dat we gewoon een lekker vaartje gaan maken. En gaan genieten van de lanceerachtbaan. Hier is de tweede inversie. Een mooie kurkentrekker. Zo gaat hij lekker, zo gaat hij goed. Hij weet wel hoe hij inversies maken moet. Nou, dan krijgen we de tweede lancering. Ook weer niet zo heel snel. Dit was de lancering, maar het voelde eigenlijk... Hij lanceerde amper. Ik ben benieuwd of heeft hij dat wel ingesteld. Ik vraag het mezelf af. Daar komt in ieder geval de derde en die wordt een stuk sneller. Ik denk dat hij de 90 wel gaat halen. Daar gaan we. Een snelheid van 85 km per uur. Mooi, mooi, mooi. Dat gaat lekker. En nu knalt hij er goed doorheen. Ik heb het mailtje niet helemaal uitgelezen, maar er is dus een stukje tekst wat hij heeft gemeld. Ik weet niet of dit nou de vierde lancering is of was dat net nou remmen. Ik weet het niet. In ieder geval, hij zegt, bijna vergeten te zeggen, ik ben niet zo goed in teamen en in G-krachten. Dat kan, dat is gewoon heel lastig om dat een beetje onder de knie te krijgen. En dit ziet er ook tof uit. Weinig ondersteuning gebruikt bij dat stukje, maar het werkt wel. En krijgen we hier nou de volgende lancering of krijgen we nou de remmen? Heel apart. Dit was voor mij weer remmen. Dan maken we hier een bocht en dan krijgen we dadelijk weer een stuk. Dat ik denk van, is het nou lancering of is het nou remmen? Volgens mij komt nu wel de lancering erin. Dus dan is dit dan officieel wat er nu komt. Waarschijnlijk de officiële derde lancering. Dat zou best wel kunnen. Daar gaan we. Wat zullen we gaan halen? 60 km per uur. Oeh, sneller. 75. Lekker. Grappig hoor, zo'n baantje als dit. Dit vind ik leuk. Lekker die bochtjes zo erin. Oeh, dat ging lekker. Dat vond ik een leuk stukje wat je net had. Dat was heel goed. En daarom denk ik dat dit toch wel de beste achtbaan is van die 3 die je hebt ingezonden. Althans, mijn eigen mening. Ik vond deze veel beter dan die andere. En dan komen we aan bij het einde. Ik geef dit project gewoon ook 4 tonnetjes. Je hebt het goed gedaan. Gefeliciteerd. En we gaan nog niet afsluiten met de video. Ik wil nog even een project doen. Hallo die loodjes. Hier ben ik weer met een nieuwe achtbaan. De Orbiter. Dankjewel Bart. Leuk dat je weer een achtbaan hebt ingezonden. Statistieken van deze achtbaan. De hoogte is 60 meter. De lengte is 1349 meter. En de snelheid mag je natuurlijk raden. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Vriendelijke groeten van Bart C. Bren. Nou Bart C. Bren, laten we snel beginnen met deze achtbaan van 1,3 km per uur. En nou ja, laat hem lekker gaan. Ik hoop dat hij lekker knalt, gewoon deze ook. 17 kilometer worden we omhoog opgetakeld. Een vrij steile helling. Maar dat belooft veel goeds voor dadelijk. Want dit wordt volgens mij stiekem wel een snelheidsduiveltje. En als ik al de hoogte zie en al gewoon de baan type, dan moeten wij zeker wel de 110, 115 kilometer. Ik gok 115. Daar gaan we. Een snelheid van 118 kilometer. Wel de G-kracht in het rood. Dat komt waarschijnlijk door de snelheid en... door die airtime die je net kreeg. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dit is wel een beetje simpel. Het is een vrij grote bocht. Ik vind hem een beetje saai als ik eerlijk ben. En ik wil eigenlijk nooit... Ik wil niet een zeikert zijn voor deze serie. Ik vind het leuk om gewoon
mijn mening te geven en eerder tips te geven dan dat ik zeg, dit is leuk, dit is mooi, dit is goed, wauw, mooi, geweldig, goed gedaan, toppie. Daar heb je ook, dat is leuk om te horen en dat zeg ik ook gewoon bij mijn mening, maar ik denk dat het handig is om gewoon tips mee te geven. Kijk, die rotsen vind ik leuk, dat heb je goed gedaan, leuk van die steentjes toegevoegd, ook gewoon de omgeving is perfect met de bomen, met het landschap, super top. De achtbaan had je misschien iets minder snel moeten maken, waardoor je ook geen last had van de G-krachten. En had je misschien ook wat speelsere layout moeten maken. Want eigenlijk is dit gewoon een enorme... Ja, het is niet echt een 8, maar de layout is vrij simpel. Maar al met al is het wel een coaster die er doorheen knalt. En ik geef hem toch wel gewoon 4 tonnetjes. Bedankt voor het meedoen. Dit was de aflevering voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Laat wel een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van No Limits. Doei!